is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste nieuwsfoto's. Er zijn 9 categorieën. Bij de Zilveren Camera. En ik ben genomineerd voor mijn project Vogels Huilen Niet. Voor de categorie Natuur en Milieu. En daarvoor heb ik in 2013 een heel jaar gefotografeerd bij Vogelklas Karel Schot, vogelopvang in Rotterdam-Zuid. Goedemiddag. Agnes, hoe ben je op het idee gekomen om deze foto's te gaan maken? Ik ben vrijwilliger bij Vogelklas Karel Schot. En ik zie veel vogels binnenkomen die verschillende aandoeningen hebben. Waaronder deze, die zit mogelijk onder het friturenolie. Waarschijnlijk iemand geloosd heeft, gewoon buiten. En daar komen die vogels in terecht. En ik vind het ook wel heel belangrijk om dit soort dingen te laten zien en de mensen bewuster te laten worden van wat er gebeurt als zij allerlei dingen rondslingeren. En dat is mede aanleiding voor deze serie. Ik denk dat dat gewoon heel erg aanspreekt voor mensen als ze zien hoe het eruit ziet, wat die dieren allemaal overkomt. En het is gewoon heel veel door toedoen van de mensen. Dat je dieren moeten gewoon ruimte inleveren, omdat wij steeds meer ruimte innemen. En dieren moeten met ons leven, dus komen natuurlijk ook gewoon in de problemen door ons. En ik denk dat die bewustwording vooral hetgene is waar we heel erg achter stonden. Het meest bijzondere aan mijn rol is mijn hand. Mijn hand is de hand op de foto's van de vogels. Niet overigens allemaal, maar wel heel erg veel. En een kleine rol die we natuurlijk hadden was wel ook om het welzijn van de dieren te bewaken. En dus het hanteren ervan. De zilveren camera zal ik niet winnen. Het is meestal meer echte nieuws item. Maar goed, als ik van de categorie natuur en milieu zou winnen, dan ben ik natuurlijk hartstikke blij.